Net was 2016, 8 februari, Fortumsveld. Iedereen heeft misschien de angstvallig de nacht doorgebracht van kan het allemaal wel doorgaan met dit weer. Gezien de sombere voorspellingen. Maar jawel, de Metworst die is al gestart, dus het gaat allemaal door. Honderden, misschien wel duizenden toeschouwers stromen toe vanuit het zuiden en vanuit het noorden richting het Fortumsveld. De halfbloeden en de volbloeden zijn zenuwachtig, evenals de ruiters die vol ongeduld staan te wachten om hun rit te kunnen gaan rijden. TV Land van Kijk is erbij met een verslag van deze Metworstrennen op het Fortumsveld. Twee minken, twee kusten, vier en halve bergenskop en zeven ellen met borst. De Metworst, de Metworst. Dick Goossens, voorzitter van de Metworst. Heb jij goed geslapen vannacht? Ik heb heel goed geslapen vannacht. Heb jij geen zorgen gehad van kan het allemaal wel maandag? Nou, ik moet eerlijkheidshalve toegeven, toen ik vannacht opstond, om 3 uur, toen keek ik naar buiten, het was behoorlijk winderig. Toen zijn we hier naar Vorten toe gereden, toen was het behoorlijk stormachtig weer hier. Ja. Maar je hebt niet de overweging gehad van, nou, dit kunnen we niet doen? Alle hekken stonden nog, de tenten stonden nog, er was geen centimeter bewogen. Ja. Voor ons redenen genoeg om akkoord te geven voor het plaats laten vinden van de metrosrennen. Ja. En de start is goed geweest? De start is heel goed geweest, goede loting, leuke paarden tegen elkaar. Ja. Ik heb net verteld voor de tv, ze komen er weer aan, de honderdtallen, de duizendtallen. Laten we hopen dat het 10.000 aantallen zijn. Trans Sliphout, starter hier bij de Metworstrennen op het Fortumsveld. Wat een zenuwig gedoe. Ja, goed, die paarden zijn, de ene is wat drukker dan de andere, dus we proberen het zo eerlijk mogelijk te doen. Het valt niet altijd mee, maar het is wel de insteek die we hebben om het alle paarden, alle ruiters met paarden evenveel kans te geven. Ja, en je hebt de halfbloedafstand en de volbloedafstand? Ja. De halfbloed die staan 75 meter verder naar voren. Daar heb ik een collega staan die voor mij kijkt of het paard er in het vak staat en het hoofd in de juiste richting, richting Vortum. En dat valt altijd mee, want je ziet die paarden, het ongeduld van die paarden. Ja, goed, ze hoeven niet in het vak te staan. We proberen ze te laten draaien. Dat is een samenwerking die we al jaren doen, dus dat lukt meestal wel. Dus het is niet, lijkt ingewikkeld, maar dat is voor ons bijna gesneden koek, wou ik zeggen. Maar. Ik vroeg aan jullie voorzitter, als je hier nou bent als ruiter, dan ben je zenuwachtig. Ja, zegt hij, dan hoor je niks meer. Dan wacht je alleen maar op het fluitje. Ja, ik voor mij is het al heel lang geleden dat ik hier op paard gezeten heb. Maar ik denk dat dat zo is, ja. Die staat er en de starter van de paard, zeg maar, die het paard vast heeft. Ja. En de ruiter zit alleen op mijn signaal te wachten. Ja, maar jij doet dat zo sportief en eerlijk mogelijk en er kan nooit een meter verschil in zitten. Ja, goed, ze moeten binnen het startvak moeten ze zitten van 10 meter. Dat is in ieder geval streven. Ja. En zo gelijk mogelijk. Ja. Dat is het doel. Al vallen de bussen van het dak, en ook al vist het dat het kracht. Ik gooi naar Vorten toe, ik gooi naar Vorten toe. En zelfs al regent het keihard, we vullen met worstelot min hart. Ik moet naar Vorten toe. Jacques van Brees. Vaste bezoeker van de Metworst? Ja, ieder jaar. Hoe komt dat toch? Ja, de ambiance van geboorte, Vortumenaar. Ja. Het is traditie, hè? En het eindigt altijd in Vortum. Het eindigt in Vortum en ook in de kroeg in Vortum. Ja, ja. Dat hoort er ook bij, hè? Je bent misschien ook nog van de tijd van de café Moeketisse? Ja, vroeger, ja. Gewoon, Tisse was daar vroeger. Ja. Ja. En toen is de Moeketisse pas gekomen. Maar ja, toen wij zo klein waren, toen gingen we er al naartoe. Hè. Dus dat is al. Dat was al lang voor de Moeketisse Club. Die zijn pas later gekomen. Maar bij Tisse, daar hebben we veel vertoefd ook, ja. Ja. Ja, met de hoofdkapel en als plekker. Ja. Heubuk, nou. Ja. Maar jouw maandag na carnaval die is afgestemd op de Metworst? Altijd?
Ja, nee, voor de middag. Ik sluit in, gewoon in Overloon af, daar, ja. Bij de Huibuken. Nina Jillissen, beschermvrouwen, dat klinkt zo mooi. Wat is eigenlijk de taak van een beschermvrouwen? De beschermvrouwen die heeft de taak om de goederen, waar eigenlijk de hele race om draait, die elke ruiter hier op het paard graag wil ontvangen, die mag ik overhandigen op de belaste hoeven. Dus dat is die 7 ellen lange metworst, die mag ik om zijn nek slaan, een halve varkenskop, een aantal broden, 2 fusten bier. En uiteindelijk mag ik ook de koning echt huldigen en kronen bij de Wilhelminaboom in Boksmeer. Ja. Dus dan, dit is eigenlijk uit de overlevering in de geschiedenis van jullie familie altijd zo geweest. Klopt. In 1853, toen hing het bestaan van de metworst aan een zijden draadje. Was echt even de vraag of het kon blijven bestaan. En toen is een van mijn voorvaderen, Jonkheer Louis van Sassen van Isselt, opgekomen voor de rechten van de metworst. En hij heeft ervoor gezorgd dat de metworst kon blijven bestaan. En als dank daarvoor heeft de vereniging de metworst hem de titel beschermheer gegeven. En hij was een hele bekende Boksmerenaar, die een adellijke man, maar die heel dicht bij het volk stond. En hij heeft met heel veel passie zijn taak toen op zich genomen. En vanaf dat moment is steeds het oudste kind heeft het beschermheerschap overgenomen. Dus er zijn enkele beschermvrouwen mij voorgegaan. En ik heb, dat is nou 7 jaar geleden, het beschermschap van mijn vader overgenomen. Ja, want je vader die is veel te vroeg overleven, die overleden en die deed dat eerst. En zo gaat dat verder. Ja, ja, ik wist als klein kind dat ik dat later ooit zou overnemen. Maar ik dacht dat dat echt zou zijn als ik 50 was of zo. Want mijn vader die zou 100 worden. Dat denkt elk kind. Ja. Dus dat was wel heel heftig. Ik op mijn 19e voor die taak werd gesteld. Maar ik wilde het heel graag doen. Ja. Ik was de jongste beschermvrouw ooit. Ja. Dus, maar het is echt al eeuwen onafgebroken in onze familie. Dus ik draag het met heel veel eer. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Roy Jansen, wat speelt er op dit moment? Want er is wat hectiek. Er is zojuist een ruiter bij de start van zijn paard gevallen. Het paard is achter naar de finish gerend. En op het moment dat het paard veterinair goed wordt gekeurd op de finish en hij is binnen 20 minuten terug in de start, dan mag hij gewoon weer opnieuw starten. En ze hebben het paard gevangen en ze zijn nu onderweg terug. Dus als ze op tijd terug zijn, dan mogen ze alsnog starten. Dus dat is de reden dat we even moeten wachten tot de volgende start. Ja, en dat is reglementair zo georganiseerd bij de metworst? Ja, dus als er een paard bij een valse start of als er een paard uitbreekt, dus voor het fluitsignaal vertrekt, dan is het reglementair zo geregeld dat als je binnen 20 minuten terug in de start bent, je nog een keer mag starten. Dus we schouwen weer naar Zammik, ja, de pertjes stonden nog lang. Ze zweven door het fort, het veld, ze dansen van genot. Dit is te gek, dit is een feest, het kan niet meer kapot. De vondag is een gekke huis, we gaan wel uit ons dak. Dan zien we op die lieve thuis, spoed ons hier morgen zak. We vieren de traditie, want wij weten hoe het zit. We drinken nog een pilsje, dadelijk een tekunningsrit. Emiel Roemer, op deze inmiddels stralende maandagmorgen. Het Binnenhof even verruild voor Fortumsveld. Carnavals maandag, dan kunnen ze op zijn kop gaan staan in Den Haag, maar dan ben ik hier op Fortumsveld. Ja. Hoe komt dat toch? Ja, geboren en getogen in Boksmeer, dan moet je naar de Metworst. Ja. Kun je dat in Den Haag ook uitleggen? Moeilijk. Ja. Moeilijk. Wat is dat dan? Ja, volgens mij moet je dat wel een beetje kennen, sowieso een beetje uit het zuiden komen, om zoiets te snappen. Maar als ze hier één keer geweest zijn, ik heb wel eens mensen die er werken een keer meegenomen, en dan zeg ik van, je moet wel hier om nu op 6
daar zijn. Ja. Ja, dan vinden ze het wel heel erg leuk. Dus je moet het wel een keer gezien hebben. Maar ja, dit is een gevoel. Ja. De traditie in eer houden, zoiets. Ja. Het is voor jou ook waarschijnlijk ook een dag van ontmoetingen, hè? Ja, dit is een dag ontmoeting, ontspanning. Ja, dit is hartstikke leuk. Ja. En ik ben blij dat het door is gegaan. En het weer, het is fantastisch. Het is... Had u ook een beetje zorgen? Ja, gisteren wel. De voorspellingen waren toch wel heel erg triest. Ja. Maar ja, ze zien maar voorspellen van het weer, het blijft moeilijk. Ja. Heeft u nog een favoriet of maakt het niet uit? Laat maar droog blijven en genieten. Vooral het laatste. Ik vind het lang leuk dat er nog steeds zoveel jongens zijn die de moeite nemen om flink te trainen, om op die paarden te gaan. Ja. Dat is niks voor mij, maar je hebt ook publiek nodig. Moet zo blijven eigenlijk. Hè? Een prachtige historie zit hierachter. Er zit een mooi verhaal in opgeborgen. Hè? Absoluut. En dat blijft ook wel. Ze let ook heel erg goed op gezondheid. Op gezondheid van de dieren en zo. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar zo'n traditie, het is nu 276 jaar. Houden. Ja. Is dit de eerste? Wel lief? Borrel is de eerste. Ja. Ja. En nog niet de laatste. Nee. Want? Want ik vind hem lekker. Maar je loopt nog naar Boksmeer? Ik loop naar Boksmeer. En dan iedere kroeg even stilstaan? Even stilstaan. Ja. Even tegen mijn vrienden goeiedag zeggen. Is dit jullie jaarlijkse uitstapje? Het is jaarlijks al jarenlang dat wij dit op maandagavond, op maandagmorgen doen. Als echte Boksmeernaren? Als echt, nou, ik ben geen echte Boksmeernaren. Oh. Ik woon 40 jaar in Boksmeer. Ja, nou, daar ben je wel Boksmeernaren. Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar wat is dat nou toch, die Madworst? Daar kun je niet overslaan. Nee. Dit is de metworst. Ja. Ja. Dat is gewoon 2,5 meter worst. En die doe je gewoon uitdelen. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar het scoort zo, hè, in Boksmeer en in de omgeving. Ja, het is natuurlijk wel. De metworst is natuurlijk wel een ding. Hè. Ik bedoel, in Boksmeer, de carnaval zonder metworst bestaat eigenlijk in Boksmeer niet. Dat wil wel zijn. Ik bedoel, het blauw-wit. De Boksmeerenaren hebben natuurlijk allemaal wel het blauwe bloed, het blauwe-witte bloedstromen. En iedere maandag moeten wij natuurlijk wel met de carnaval naar Fortum toe. We moeten die paarden zien rennen, we moeten een bolletje drinken en een biertje drinken. Feestje bouwen. Mensen genieten ook van de geschiedenis die erachter zit, hè? Ja, dat is het, hè. Het is een cultureel, het staat trouwens volgens mij op immaterieel cultureel erfgoed is het sinds kort. Dus dat zegt wel dat het ook iets betekent, hè. En dan ook laatst in de krant gestaan dat we ook de grondlegger zijn van de optochten, hè. Zoals hier in Brabant gehouden worden. Hè? Dus een stukje satire en al die dingen meer. Ja, ik denk dat wij als Boksmeerenaren daar best wel heel erg trots op mogen zijn wat we hier hebben. Roy van Eck is een van de drie finalisten. Hier staat een familielid. Ja, dan weet je het. Ja, wat weet ik? Ik weet helemaal niks, maar ik heb wel goede hoop. Ziet er goed uit dit jaar. Hij is goed gereden, want hij staat al in de finale. Hoe schat je het in? Heb je enig idee van de concurrentie? Ja, die rit daarna was ook wel heel snel. Maar goed, hij heeft wel een heel goed paard. Dus we hopen erop. Ja. Je hoopt erop, maar je vertrouwt er ook op. Maar je durft niet zo'n goede uitspraak te doen. Nou, weet je wat, dit is Madworst, is altijd een kwestie van geluk hebben. Maar de kansen liggen heel erg goed. Het is een hele goede ruiter, heel goed paard. Dus ja, als, een beetje geluk moet je altijd hebben. Maar... Heeft hij ervaring? Ja, hij is amateurjockey. Hij is Nederlands kampioen amateurjockey geweest. Hij rijdt veel koersen, ook in Duitsland en in Frankrijk. Dus ervaring heeft hij wel. Dit is een echte. En hoeveel ervaring heeft hij in de Madworst? Dit is het 7e jaar. Ja, dan spreken er veel dingen in zijn voordeel. Hij is ermee grootgebracht. Zijn vader was koning in 92. Dus. Ja. Ja. Matt van de Bungelaar, jij staat hier al 12 jaar. Wat is jouw taak hier precies bij de finish? We staan hier met z'n drieën en we houden in de gaten van wie er eerst over de lijn komt in principe. Mocht het nodig zijn, hebben we nog voor de finish. En dan overleggen met z'n drieën wie er wint. Ja, dat komt niet zo vaak voor. Tot nu toe was het allemaal heel duidelijk vandaag? Ja, vandaag was het gewoon heel duidelijk. Er zat gewoon minimaal een halve meter verschil in. Toch wel, een halve meter? Ja, zoiets, een halve meter, 20 centimeter. Dus wat dat betreft hebben we geen fotofinish nodig gehad. Is het wel eens moeilijk geweest? Je noemt al de fotofinish. Ja, we hebben het wel eens moeilijk gehad. Maar niet echt fotofinish hebben we de camera hebben nodig gehad. Nee. Valse dansen van genot. De is te gek, de is een feest. Het kan niet meer kapot. De mondag is een gekke huis. We worden wel uit ons dak. Ja, ik heb gewoon alles geprobeerd wat ik kon doen. Het was wel heel spannend. Want ik zag ze steeds dichterbij komen. Je had eerst een voorsprong? Ja, ik had eerst een voorsprong. Alleen, ja, eerst zat ik de hele tijd langs een paard van iemand anders, ja, van Rens Verwerkt. Toen ging ik er een klein beetje voor. En ja, toen zag ik die van Roy zakken steeds dichterbij komen. Dus ja. Ja. En wanneer wist je van, ik ga het redden?
Ja, eigenlijk pas toen ik lang een keer ging zeggen dat de toren voorbij was. Ja. Maar eerder... Had jij ook een beetje het gevoel van, ja, die Roy, die... Ja, en die van Rens Verberg ook. Ik wist altijd, het wordt een hele zware finale. Ik was er nog niet helemaal zeker van. Maar ja, dat maakt het niet minder mooi. Nee. Hoe voelt het? Ja, echt super. Ja, ja. Echt super. Hoe vaak heb je al meegedaan? Ja, dit is nu mijn derde jaar. Ze zeiden net dat ik dat het tweede jaar was. Ja. Maar ja, het jaar dat ik 13 was, was de eerste keer. Ja. Toen heb ik een jaar erna niet meer meegedaan, omdat toen had ik een blessure. Ja. En dit is nu het tweede jaar weer voor mij dat ik weer meedoe. Ja. En nu twee keer finale en nu gewonnen. Ja. Mensen, een jonge koning van de Madworst, hoera! Een prachtig gebeuren op het Fortumsveld. Het zit erop met een zeer jonge, niet verwachte koning, Gijs Snijders, 15 jaar. Zijn concurrenten waren 17 en 20 jaar, maar Gijs Snijders die heeft het geflikt. Het volk trekt hier weer weg, het zand spat niet meer op. Iedereen is tevreden, het zonnetje schijnt zelfs en het is de hele ochtend vrijwel droog gebleven. Alom tevredenheid bij de historische Madworstvereniging uit Boksmeer. Dit was TV Land van Kuik vanaf het Fortumsveld. Tot volgende week met in Sportief Land van Kuik onder andere accommodatienieuws van de honkbalvereniging en de atletiekvereniging. Tot dan.